Ja. Kijk, daar hebben we Welkom Nicolai. allemaal. Nicolai Versloot, civiel ingenieur, oud-wedstrijdroeier en topsporter, turned spiritueel. Een kerel die seminars geeft over yoga, over mentale welzijn, zal ons vandaag meenemen in de wondere wereld van yoga en wat yoga met je lichaam en je geest kan doen. En zoals ik al zei, zeker in tijden dat we allemaal binnen zijn, is dit bij uitstek voor ons belangrijk. Dus super dat we allemaal met elkaar deze sessie vandaag aangaan. Op afstand, niet bij elkaar, maar gelukkig wel in verbinding met elkaar. Nicolai, mag ik jou de vloer geven, niet alleen het woord, maar ook de vloer, om deze sessie met ons aan te gaan? Absoluut, absoluut. Succes. En Dankjewel Bart iedereen voor het geniet mooie ervan. voorwoord. Ja, even kijken. Ik ga ervan uit dat iedereen mij kan horen. Zo niet, plaats het even in de chat. Zoals Bart al zei, Nicolai Versloot. Ik geef 1,5 jaar geef ik yoga. En sinds ongeveer 1,5 jaar persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling. Volgens mij ben ik ook te zien. Zo niet, zet het even in het scherm, dan wordt dat gefixt. Yoga helpt onder andere de geest, het psychologisch bewustzijn, het mentale bewustzijn, de rust. Het geeft mensen levensrichting. Mensen worden er gezonder door. Mensen hervinden zichzelf er vaak door. En zo was dat ook bij mij. Zoals Bart al aangaf, heb ik een groot deel van mijn leven heb ik topsport gedaan. Eerst atletiek. Toen ben ik wedstrijdroeier geweest. En richting WK onder 23 raakte ik geblesseerd. Ik had een soort overtrainingsblessure. En dat is een soort burn-out voor lichaam en geest. Mijn lichaam was opgebrand. En tegenwoordig zie je dat veel meer, hè, burn-outs. En yoga deed ik als topsporter deed ik het al. Alleen toen in mijn burn-out, toen leerde ik yoga opnieuw kennen eigenlijk. Hè, ik begon dieper in mezelf te kijken. Ik draaide mijn zintuigen naar binnen. En ik kwam er eigenlijk achter dat ik heel veel dingen deed die ik niet leuk vond. En dat ik met mensen vrienden was ook die mij eigenlijk niet voeden of die niet op één lijn zaten. En ja, dat pad is nu ongeveer 4, 5 jaar onderweg. En het heeft ups en downs gekend. Het heeft hele moeilijke kanten gehad. Eén ding is zeker, yoga heeft me geholpen op heel veel manieren. En die waarde eigenlijk, die wil ik graag doorgeven aan de rest. En zo ook aan jullie. Ik zie trouwens alleen mezelf. Maar nogmaals, ik ga ervan uit dat het goed gaat. Ik zal heel erg duidelijk praten. Ik zal niet te diep gaan, theoretisch. We zullen het vooral praktisch houden, zodat het bericht goed kan worden overgebracht. En als laatste wou ik nog even zeggen, wat Bart al zei, ik heb civiele techniek gedaan. En ik heb ook als master heb ik duurzame energietechnologie gedaan aan de TU Delft. En persoonlijk zie ik juist een heel goed huwelijk tussen spiritualiteit en wetenschap. Ik zie dat niet als een vals dilemma. Veel mensen zien die twee eigenlijk als twee tegenpolen. Ik denk juist van laten we van elkaar leren en laten we die twee werelden samen gaan voegen. Dus tot zover mijn inleiding. Als er trouwens nog vragen zijn, aan het eind van de sessie, dat is rond 1 uur, wordt er nog een Zoom-chat geopend, zodat ik hier en daar wat vragen kan beantwoorden. Dus dat kunnen we niet helaas tijdens deze sessie doen, want er zijn te veel mensen voor. Dit wordt echt yoga. Maar tijdens de Zoom-sessie kunnen we hierna dus nog wat vragen beantwoorden. Nou, laten we gaan beginnen. Het heet desk yoga. En waarom desk yoga? We zitten tegenwoordig heel veel achter het bureau. Ik zit hier op een poef. Ik hoop dat iedereen een soort poef heeft. Normaal gesproken gebruik ik dit blok. Maar ik realiseer me dat een poef vrij toegankelijk is. En wat we vaak zien tegenwoordig, dat we dus hele lange uren achter het bureau zitten. Wat gebeurt er met de schouders? De schouders, die gaan voorover. Ja? De ademruimte wordt minder. We zitten soms wel 4, 5 uur achter het bureau. En zitten wordt ook wel het nieuwe roken genoemd. We zijn niet gemaakt om te zitten, heel simpel. En ik denk dus dat je heel vaak, of eigenlijk 2 keer per dag, even een soort sprintje moet doen. Even een soort van pitstop, een soort opkikker eigenlijk, om alles weer te laten stromen. En tijdens deze yoga-sessie help ik eigenlijk om het welvaartszitten, zoals ik het ook wel noem, dus de slijtage die er optreedt, de klachten die er komen van heel lang achter het bureau zitten, om deze te reversen. Allereerst beginnen we met de schouders, dat we die ontspannen krijgen. En ik heb het speciaal over de latissimus
Sorry, over de trapezius muscle. Dat zijn deze twee. Vervolgens werken we aan de lage rug. Omdat we, ik zal het even zo laten zien. Als je dus heel veel achter het bureau zit op deze manier, wordt de buikzijde van de rug wordt heel erg belast. En daardoor krijgen mensen vaak lage rugklachten. Die gaan we proberen te reversen. Dus die gaan we proberen weer terug te zetten. En ook hebben heel vaak mensen hebben korte hamstrings. Waardoor je van nature al wat boller gaat zitten. Zie je dat? Als ik lange hamstrings heb, kan ik mooi rechtop zitten. Als ik korte hamstrings heb, zit ik zo. Dus we gaan de hamstrings ook oprekken. En als laatste werken we aan de ademhaling. Veel mensen ademen hoog door de borst. Maar eigenlijk wil je juist laag door de buik ademhalen. Alright, genoeg gepraat. We gaan beginnen. Pak de poef onder je. Je kan je voeten kan je in kleermaker zitten voor je zetten. Op deze manier. Wellicht kan je de knieën wat lager houden. Misschien wel richting de grond. Zo, op deze manier. En we beginnen eigenlijk met een korte ademhalingsoefening. En die is in mijn optiek heel simpel. Wat je doet, je zorgt dat je comfortabel zit. En je houdt een rechte rug. Je houdt een rechte rug. Dus niet zo, maar op deze manier. Je borstbeen breng je lichtelijk omhoog. En je zorgt dat je buik naar voren en naar achter kan gaan. Dat je hier ademruimte hebt. Nou, wat doe je nou? Allereerst pak je twee handen en die zet je tegen je ribben aan. En haal maar eens een diepe ademhaling. Haal maar eens een diepe borstademhaling op deze manier. Kan je voelen dat je ribben uit elkaar worden gedrukt? Let daar maar eens op. Kijk maar of je ribben uit elkaar gaan. Nou, dit is dus een borstademhaling. En je merkt dat doordat die ribben naar de zijkant bewegen. Dat is wat je niet wil. Dat is wat je niet wil. Je wil een mooie buikademhaling. En een buikademhaling, dat gaat als volgt. Plaats maar een hand op je navel. Op deze manier. En dan adem je in via de buik. En de rest blijft volledig ontspannen. Ja, de rest, bovenlichaam blijft volledig ontspannen. Het is alleen je navel die je naar voor en naar achter beweegt. Komt-ie. Hou je rug recht op. Plaats beide handen, die kan je nu op je knieën plaatsen. Nogmaals, hou de rechte rug. Hou de rechte rug. En adem alleen maar naar je buik toe. Adem overigens door je neus. Ja, je mond doet eigenlijk niet mee. Je mond hou je dicht. Dus. Je kan de ogen even sluiten. Navel gaat naar voor en naar achter. Adem in. Druk je navel helemaal uit naar voor. En adem uit. Trek je navel terug. Adem in, navel naar voor. En adem uit. Trek je navel helemaal terug. En kijk even hoe je zit. Kijk even of je gemakkelijk zit. Je wil eigenlijk niet dat het moeite kost. Je wil eigenlijk losjes zitten. Het is belangrijk dat dus de rug, dat die recht blijft. Maak even een nulfoto van jezelf ook. Maak even een nulfoto, zowel van je mentale plaatje. Ben je rustig? Heb je stress? Wat voel je momenteel? Maak ook een foto van je fysieke plaatje. Of dit makkelijk zit, of zit dit moeilijk? Heb je de neiging bijvoorbeeld om met een bolle rug te zitten? En aan het eind van de sessie maken we nog een foto eigenlijk. En dan kijken we of we verschil zien. Ja? Nou, en dat ademhalen, momenteel gaat dat dus via je diafragma. Als je goed correct ademhaalt via je buik, dan haal je dus adem via je diafragma, ofwel het middenrif. En dat gaat op deze manier. Adem in, buik gaat naar voren. Middenrif spant aan, kom naar beneden. En
Adem uit. Ga maar door voor jezelf. Adem in. Middenrif spant aan. Buik komt naar voren. En adem uit. En het middenrif komt weer omhoog. Adem uit en het middenrif komt weer omhoog. Dit is de juiste manier van ademhalen. En dat merk je zowel vooral in je fysieke lichaam. Ook de spijsvertering verbetert. De organen krijgen een soort continue massage. Maar je merkt ook dat je veel meer rust in het hoofd hebt. Veel meer rust. En ja, dat zorgt niet alleen voor ook een stukje duurzame gezondheid. Maar als jij beter werkt door deze oefeningen, wordt het klimaat ook weer een stukje duurzamer. Althans voor de mensen die nu van klimaat meedoen. Volgens mij was het overgrote deel metro en tram. Alright. Tweede onderdeel waar we aan werken, dat is de nek. Ja, de nek. Wat ik al zei, de schouders bewegen naar voren. De nek zit meestal een klein beetje onder een hoek, omdat we de hele dag naar het computerscherm zitten te kijken. Wat je doet, je pakt je rechterhand, dus je rechterhand, die plaats je op de linkerkant van je hoofd en je trekt je hoofd naar je rechterschouder toe, op deze manier. Ja. Je linkerschouder, die trek je naar beneden toe. Linkerschouder trek je naar beneden. Hou je borstbeen, hou dat gelift. Dus ik wil dus niet dat je weer inzakt. Ik wil dat je borstbeen recht omhoog houdt. Vervolgens ga je met je linkerschouder, beweeg je een stukje naar voren en naar achter, op deze manier. Naar voren en naar achter, naar voren en naar achter. En nu voel je eigenlijk dat je verschillende lijnen in deze trapezius muscle opent. Voel maar eens zelf. Voel je dat je verschillende delen, door naar voor en naar achter bewegen met je linkerschouder, dat je verschillende delen in die spier oprekt eigenlijk? Alright, ontspan. Pak je linkerhand, plaats die op het rechte gedeelte van je hoofd en trek je hoofd naar de linkerkant. Blijf mooi rechtop zitten, blijf mooi rechtop zitten. En voel die stretch. Voel die strekking hier in de nek. Nou, en wat je doet, dan ga je met je schouder ga je naar voor en naar achter. Naar voor en naar achter. Trek je schouder eerst omlaag. De rechterschouder trek je naar beneden. En als je dat doet, voel je al meer strekking hier in je nekspier. Nou, vervolgens ga je naar voor en naar achter. Naar voor en naar achter. Blijf naar je neus, sorry, door je neus ademen naar je buik toe. Blijf je borst omhoog houden. Don't collapse the chest. Hou je borst sterk. En voel hoe langzaam die nek opent. Voel langzaam hoe die nek ontlast. Het zou zonde zijn als krampen in de nek of stijfheid in de nek je nek van veel werk te verzetten. Alright, schud je hoofd even los. Zo. Alright. Doe een oefening voor de onderrug. Nogmaals, je hebt beide knieën heb je hier voor je. Je linkerhand, die plaats je links van je. Gewoon links van je lichaam. Iets links van je heupen. Je rechterhand, die plaats je op je rechterbovenbeen. Ja, dicht bij je heup. Vervolgens, strek je op. Dus je duwt beide handen naar beneden. Strek je borstbeen, gaat omhoog. En je twist, pardon. Je transleert naar links. Ja, laten we het in technische termen even blijven houden. Je transleert of je schuift naar links. Terwijl je dus je handen naar beneden drukt. En vervolgens twist je naar links. Op deze manier. Twist naar links. En je blijft ademen in je twist. Je blijft ademen in je twist. Nogmaals, naar de buik en door de neus. En druk maar hard. Druk hard naar beneden. Creëer lengte in de ruggengraat.
En dan kom je terug naar neutraal. Plaats je je linkerhand op je linkerbovenbeen. Rechterhand plaats je rechts naast je heup. Eerst zet je uit naar beneden. Dus je verlengt de ruggengraat. Je trekt de wervels eigenlijk uit elkaar. Want lengte tussen de ruggenwervels, dat is herstel. Ja, lengte tussen de ruggenwervels, dat is herstel. Dus je drukt naar beneden. Borstbeen lift je omhoog. Transleer je naar rechts. Dus je schuift naar rechts. Vervolgens roteer je naar rechts. Dus je kijkt over je rechterschouder naar achter. En blijf drukken. Blijf naar beneden drukken. Ja, dit is een van de meest effectieve twists die je kan doen. En heel handig na een lange dag werken. En kom terug naar het midden. Alright. Doe een hamstring oefening. En daarna gaan we meer bezig met de onderrug. Ja, dan gaan we ook staan. Dit is een van de laatste oefeningen nog zittend. Nog een beetje als een opwarmer bedoeld. En hierna gaat de buik erin. Alright. Oké. Okay. Ik schuif iets naar achter, zodat ik goed zichtbaar ben. Mijn rechtervoet plaats ik tegen mijn kussen aan. Ja, ik hoop dat jullie allemaal toch een verhoging van ongeveer 10 centimeter hebben. Ik heb een hoging van ongeveer 15 centimeter. Je rechtervoet, die plaats je tegen je kussen aan, sorry. En je linkerhiel, die plaats je naar voren. Zo, op deze manier. Vervolgens buig je richting je linkerknie. Maar let op, je buigt vanuit je heupen. Je buigt niet vanuit je bovenlichaam. Vanuit je bovenlichaam zou je dus zeg maar zo buigen. Dat wil ik niet. Ik wil dat je dus op deze manier buigt. Met een rechte ruggengraat. Ofwel een lange buikpositie. Een lange buikpositie. Dus kantel vanuit je heupen. Probeer je borstkas op je linkerknie te leggen. Zo, op deze manier. Juist. En dan pak je je linkervoet vast. En denk weer aan dat ademen. Hè? Adem naar de buik toe. Ja, blaas je buik maar op. Blaas alle lucht erin, alsof je zwanger bent. En de borstkas blijft op zijn plek tijdens het ademen. Alright, dan heb je je linkervoet vast. Langzamerhand trek je de bal van je voet, die trek je naar je toe. Dus je trekt je bovenlichaam, trek je richting je linkerknie. En als je nou last hebt van je linkerhiel, dat kan, dan vouw je je matje even dubbel. Of je doet er iets onder. Ik zit hier in een yoga studio, dus ik vouw mijn matje mooi dubbel. Zodat het iets zachter is voor mijn hiel. Ik weet niet wat je thuis ter beschikking hebt, maar zorg ervoor dat je hiel dat die ook ontspannen kan zijn. Nou, voel even. Voel je die hamstring aangaan? Voel je die linker hamstring? Voel je dat die op spanning komt? Je hebt je been heb je overigens gebogen. Ja, hij is niet op slot. De knie is niet op slot. Er zit een lichte buiging in. En als je nou zegt, Nico, ik voel er geen snars van. Waar heb je het over? Dan druk je je linkerhiel, die druk je meer naar voren. Ja, hoe meer je hiel naar voren drukt, hoe meer spanning er komt op de hamstring. Je kan ook je bovenlichaam wat meer naar beneden trekken. Ja. Hou je focus op je ademhaling. Blijf door de neus ademhalen naar de buik toe. Het vereist nu wat meer coördinatie, dat ademen. Het is wat lastiger. Als je heel simpel in meditatiepositie zit, kan je vrij makkelijk naar de buik toe ademhalen. En nu moet je waarschijnlijk al nadenken. De ademhaling is in mijn optiek een van de meest effectieve manieren tegen stressvermindering. Toen ik in mijn burn-out zat, toen ademde ik heel hoog. Over het algemeen ademen mensen heel hoog naar de borstkas. Hoe lager je ademt, dus middels het middenrif, hoe meer ook je pelvic floor, je bekkenbodem ontspant.
En hoe meer rust dat teweeg brengt, ook geestelijk. Het is in mijn optiek een van de sterkste middelen tegen stress. Goed ademen. Oké, dan trek je wat harder. Dus je trekt je borst echt richting de knie. En wat je gaat doen met je hiel, ja, je hiel, je drukt je een stukje naar voren en dan laat je weer los. Je drukt hem naar voren en je laat los. Je drukt naar voren en je laat los. Dus in kleine impulsen. Dus niet statisch. Druk naar voren. Je kan het bijna denk ik niet zien, maar ik span hem aan en ik laat los. Ik span 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 aan en ik laat los. Ik druk de hiel dus in tikjes, druk hem naar voren. En als ik druk, voel ik dus een toegenomen stretch op mijn hamstring. Voel maar. Kijk of het waar is wat ik zeg. Het mooie van yoga is dat je gelijk kan voelen of het waar is wat de docent zegt of niet. Kijk, op basis van ervaring, op basis van je eigen voelen, kan je zeg maar achter waarheid komen of kan je kijken wat waar is. Ik vind dat een hele mooie manier. Kijk, vervolgens plaats je je rechterhand op je rechterbovenbeen. Linkerhand, daar hou je de bal van je linkervoet mee vast. En wat je doet, je maakt kleine twists naar boven, op deze manier. Je ademt uit, kom je naar beneden, adem je in. Een twistje naar boven. Dus je kijkt met je ogen, probeer naar het plafond te kijken. Als je naar beneden gaat, adem je uit. Adem je weer in, omhoog. Adem uit, val naar beneden. Voel weer die stretch in je hamstring. Adem in, druk je uit tegen je rechterbovenbeen. En adem uit, kom weer naar beneden. Adem in, druk jezelf helemaal uit, maak jezelf groot. Adem uit. Val weer naar beneden. Adem in. Druk jezelf helemaal uit. Misschien voel je ook een stretch in je rechtertaille. En adem uit. Kom naar beneden. Laatste twee keer. Adem in. En adem uit. Adem in. En adem Nou, dan kom je omhoog. Ik neem aan dat je nu kan voelen dat die hamstring dat die iets verlengd is. Dat je wat makkelijker ook naar beneden komt. En op deze manier, als je dan achter het bureau zit, kan je makkelijker rechtop zitten tegen je leuning. Heel veel mensen zitten dus zo en die hebben geen contact met de bovenrug tegen de leuning. Dat betekent dat al het gewicht, dat rest of dat rust op die onderste wervels. En als je geen goede fundering hebt, kan je natuurlijk geen goed gebouw bouwen. Andere been. Mijn rechterbeen gaat naar voren. Mijn linkerbeen schuif ik tegen de poef aan. Kantel naar voren, maar kantel vanuit je heupen. Ja, dus niet cashewnoot stel, hè. Ik noem dit cashewnoot. Ik zou bijna zeggen dat ik nootallergie heb. Maar je kantelt dus vanuit je heupen, op deze manier. Maak je rug lang. Maak je rug lang. Strek je rug uit. Borstbeen wil omhoog kijken. Dus niet op deze manier, maar echt op deze manier. Borstbeen kijkt omhoog. En het gewicht, voel het gewicht. Voel de druk eigenlijk in je rechterhiel. En hoe meer je voorover buigt, hoe meer gewicht er eigenlijk in die hiel komt. En dus hoe meer gewicht er in de hamstring komt. Adem voor jezelf rustig naar je buik, door je neus. En voel je hamstring langer worden. Voel je hamstring openen. Je kan je vastpakken. Hou de rechte rug. Je kan ook denken aan een lichte holle onderrug. Ja, dus op deze manier kan je ook aan denken. Ik vind het belangrijk dat je naar voren kijkt. Als je naar beneden kijkt, dan bol je je rug automatisch. Ja, dus probeer naar voren te kijken, kin omhoog. Voel je hamstring langer worden. En nogmaals, als je hele lange hamstrings hebt, dan kom je wat meer naar beneden. Of je zet je voet iets verder naar voren.
Maar zoals jullie kunnen zien, heb ik een lichte hoek nog in mijn knie. Je hebt hem niet op slot. Vervolgens pak je met twee handen, pak je je voet vast. En dan geef je kleine schokjes, of je geeft kleine trapjes tegen je handen. Dus je drukt in je hand met je rechtervoet. En dat zijn hele kleine impulsen. Dus je schopt en je ontspant. Je schopt en je ontspant. Je houdt je schouders laag. Niet hier, maar je houdt ze daar. Dit is ook een van de meest belangrijke oefeningen voor de roeiers. Ik coach ook wedstrijdroeiers, zoals Bart al zei. En daar is het dus eigenlijk belangrijk in de inpik, hè, als je dus de haalnet gaat maken, dat je alles ontspannen houdt en dat je eigenlijk alleen met je voeten beweegt. Nou, dat is eigenlijk wat we hier doen. Dit hou je allemaal geïsoleerd, of dit hou je allemaal stil. En je isoleert eigenlijk alleen die voetbeweging. Die druk je naar voren en je laat los. Druk naar voren en laat los. Druk naar voren en laat los. Druk naar voren en laat los. Hou je schouders laag, blijf ademen door je neus. En misschien voel je je hamstring branden. Misschien begint hij te branden. Misschien begint hij te koken. Misschien is dat een beter woord. All right. Schud je je been even uit. Schud je dat rechterbeen even uit. En dan wil ik dat je komt staan. Ja, volgens mij ben ik goed te zien. Wat even belangrijk is, is dat jullie een sprongetje maken van 180 graden. Waarom? Dan kan je de camera zien. Ja, als je de oefening zo doet, dan kan je de camera niet zien. Dus maak even een 180 graden jump. Hoi, hallo. Oké. Wat je doet, je kantelt voorover op deze manier. Zo. Jullie zien mijn voeten, geloof ik? Ja. Belangrijk. Weer hou je een rechte rug. Op deze manier. Dus je spant die kabels. Die kabels op je rug, die span je aan. Het gewicht is op je hielen. Dus enigszins naar achter. Je billen wijzen naar achter. Dus niet hier. Oh. Maar hier. Billen wijzen naar achter. Je zou je tenen kunnen opliften. Als check. Daarmee kan je zien of het gewicht op je hielen staat. Vervolgens buig je naar voren. Ik sta ongeveer matbreedte. Dat betekent ongeveer, ik heb de voeten een halve meter uit elkaar. Zo, op deze manier. Ja, dat is iets breder dan mijn schouders. De tenen, die wijzen een klein beetje naar elkaar toe. Ja, dus mijn tenen staan niet, mijn voeten staan niet parallel. Maar die wijzen een klein beetje naar elkaar toe. Vervolgens buig je voorover. Nogmaals, gewicht is op de bil. Of nou, is op de hiel, billenwijs naar achter. Voel wat er aangaat. Voel je weer die hamstrings die aangaan? Misschien voel je ook iets aan de zijkanten van de kuitspieren. Vervolgens pak je met de rechterhand, pak je je linkerbeen vast. Als jij nou heel lenig bent, pak je je linker enkel vast. Als je daar nog niet bent, pak je bijvoorbeeld je linker kuit vast. Op deze manier. Met je linkerhand ga je naar je linkerknie. Of die plaats je eigenlijk op je linkerbovenbeen. En wat je doet, je gaat weer twisten. Dus je twist dit keer naar linksboven. Maar hou met je rechterhand je rechter enkel vast. Heel belangrijk. Dus je twist naar linksboven. Adem in. En adem uit. Op deze manier. Adem in. En adem uit. Adem in. Kom naar boven. Druk je hand tegen je bovenbeen. En adem uit. Val terug. Adem in. En kom terug. Doe er nog 5 voor jezelf. Doe er nog 5 voor jezelf. Hou je rug recht. Heel belangrijk. Hou je rug recht.
Adem in. Kijk helemaal linksboven. Helemaal naar links over je schouder. En ontspan. Adem naar links naar boven. En ontspan. Alright, kom je weer met je handen in het midden. Als je het zwaar vindt voor je hamstrings, kom je even omhoog. Schud je even je benen uit. Knijp je even in je hamstrings, misschien werkt dat. En je komt weer terug in je pose. Nogmaals, de tenen wijzen een klein beetje naar binnen. Maar je houdt mijn rug, zoals je ziet, hou ik mijn rug recht. Nou, surprise, surprise, de andere kant. Met je linkerhand pak je je rechter enkel vast. Nogmaals, het gewicht is naar achter op je hielen. Rechterhand gaat op je rechterbovenbeen. Op deze manier. Zo. Beweeg je borstkas weg van je heupen. Dus je wil weer lengte in je rug creëren. Je trekt de vertebral discs. Je trekt je uit elkaar. En je kijkt, je twist naar rechtsboven. Op deze manier. Adem in. En twist. En ontspan. Als je naar boven gaat, adem je dus in. Adem in, druk je hand naar beneden. En adem uit. Adem in. Kijk naar rechtsboven over je schouder, naar het plafond toe. En adem uit. Adem in. Kom naar rechtsboven. Kijk over je schouder heen. En adem uit. Voel je hamstrings meedoen. Misschien doen je binnenbeenspieren, je adductoren, doen die ook wel mee. Adem in. En adem uit. Adem in. Adem uit. Doen we er nog drie. Adem in. Adem uit. Kom omhoog. Gewicht blijft op je hielen. En de laatste. En ontspan. Nou, blijf hier even staan. Beide handen, die ontmoeten elkaar op de rug. Op deze manier. En dan maak je een soort knots. Je maakt een soort knots van je handen. En die knots van de handen beweegt naar de voorkant. Op deze manier. Misschien voel je een strekking in je biceps. Zoals je ziet, mijn rug blijft recht. Dus niet op deze manier. Op deze manier. Knots beweegt naar voor. Billen bewegen naar achter. En je kijkt naar voor. Ja, je kijkt naar voren. Gewicht is op je hielen. Ik weet het, de hamstrings branden. En dat mag. En je plaatst je handen op de knieën en je komt omhoog. Nou, schud je benen even uit. Misschien wil je even een rondje lopen. Lopen we even een rondje allemaal. Het was een kort rondje. Je komt even aan één kant van je mat staan. En wat je doet, je stapt naar voren. Je neemt een grote stap met je rechtervoet. Op deze manier. Mijn linkervoet, die staat loodrecht op de as van mijn lichaam. Dus mijn linkervoet wijst naar jullie. Mijn rechtervoet, die kijkt naar voren. De tenen wijzen naar voren. Vervolgens buig ik naar voren en ik buig in. Op deze manier. Je poef op je matje of je kussens, ik weet niet wat je hebt gepakt, die plaats je onder je linkerknie, op deze manier. Vervolgens ga je met je rechter elleboog tegen je rechterknie aan. Ja. En wat wil ik nou? Ik doe hem even zo, dan kunnen jullie beter zien. Wat wil ik nou? Ik wil weer lengte creëren in de rug. En ik wil die trotse positie houden. Dus weten we nog, deze positie gaan we tegen, deze positie, daar willen we heen. Dus, elleboog tegen je knie en je trekt jezelf, trek je naar voren door je elleboog tegen je knie aan te drukken.
Zo. Ja, alsof je dus je wervels weer uit elkaar trekt. Je borstbeen rijk je omhoog. Adem naar je buik toe. Adem naar je buik toe. En je heupen komen ondertussen naar beneden. Met je heupen ga je richting de grond. Dus niet zo, maar zo. Ja? Heupen gaan naar beneden. Misschien voel je ook, lijkt het nu alsof je heupen uit elkaar worden getrokken. Ja, want je komt steeds lager met de heupen. Je voelt waarschijnlijk je linker adductor. Dat is je linker binnenbeenspier eigenlijk. En ook een deel van de voorkant van je linkerbeen. En nogmaals, je blijft trekken. Je blijft jezelf naar voren trekken op deze manier. Kin wijst naar voren. Adem naar je buik toe. Zo laag mogelijk. Misschien voel je je buik, omdat je zo goed naar beneden ademt, voel je je buik uitzetten tegen je rechterbovenbeen. Nou, daar word ik echt blij van als yogadocent. Ja? Als mensen schuurplekken hebben, of dat de haren helemaal weg zijn gebrand, omdat mensen in deze oefening dus met de buik zo goed tegen hun rechterbovenbeen aankomen. Oh, heilige graal voor yogadocent. Dus adem naar de buik toe. Vervolgens plaatsen de linkerbeen in de mat. En zoals ik al zei, de tenen wijzen, in mijn geval wijzen ze naar jullie toe. En mijn rechtertenen wijzen naar voor. Ik kom naar voor, het gewicht. Ik steun op mijn rechterknie. Linkerhand gaat in mijn linkerheup. En wat ik doe, ik maak weer wat twists. Op deze manier. Dus mijn linker elleboog, die gaat helemaal, die kijkt nu naar de grond ongeveer. Dan twist ik open, kijk ik mee met mijn hoofdkin naar linksboven, naar mijn linker elleboog. En vervolgens zak ik terug. Omhoog is inademen, naar beneden is uitademen. Maak de range, ja, of de uitslag, de bewegingsuitslag, zo groot mogelijk. Dus niet hier. Maar echt hier, maak de uitslag zo groot mogelijk. Ja, denk aan een machtige beweging. Een grote, mooie beweging. Open jezelf. Hoe beter je jezelf opent, hoe meer ruggenwervels er meedraaien. Als jij alleen dit kleine stukje twist, dan doet de onderrug niet mee. Hoe langer jij bent eigenlijk, hoe meer je opgeschrikt bent, hoe meer de ruggenwervels meetwisten. Oké, vervolgens ga je met je linker elleboog, dit is een lastige oefening, linker elleboog gaat op je rechterknie, op deze manier. En dan zwaluwstaart je de handen, op deze manier. Ja, dus niet zo, niet rechter elleboog op rechterknie, maar linker elleboog op de rechterknie. Ja. Connect de handen en druk ze tegen elkaar, kijk naar je rechter elleboog. En je heupen gaan naar beneden. Heupen gaan richting de vloer. Hou je rug lang. Plaats je beide handen op de vloer. En dan stap je terug met je rechtervoet op deze manier. Dan kom je naar een downward facing dog. En dit is een downward facing dog. Nou, in je downward facing dog, probeer je hielen, probeer je naar de grond te drukken. Ja, je billen wijzen naar boven, naar het plafond toe. Zoals je ziet is mijn rug recht. Heel recht. Vervolgens stap je naar voren met je linkervoet. Ik draai mezelf even om, zodat jullie het kunnen zien. Linkervoet is naar voren. Die poef zet ik onder mijn rechterknie.
Zo. Deze manier. Ik buig naar voren. Deze manier. Mijn elleboog plaats ik tegen mijn knie aan. En op dezelfde wijze trek ik mijn ruggengraat, trek ik uit elkaar eigenlijk. Dus ja, ik zet kracht tegen mijn knie. Ik verleng mijn rug. En weer hou ik een trots open positie. Dus niet in elkaar, in elkaar gevallen, maar open. Zoals je ziet gaan mijn heupen die gaan naar beneden. Heupen gaan richting de vloer en naar voor. Voel je waarschijnlijk ook een stretch aan de binnenkant van je heupen. Voel maar. En hoewel sommigen het misschien moeilijk vinden, hè, zeker omdat we wat inspanning hebben geleverd, blijf naar de buik ademhalen door je neus. Als het echt lastig wordt, mag je je mond erbij betrekken. Hier, kijk naar mijn buik. Dat is wat je wil. Je traint je diafragma, je traint je middenrif op deze manier. En zoals jullie weten, de sterkste elementen trekken het meeste kracht naar zich toe. Hoe sterker jouw middenrif is van nature, hoe makkelijker je natuurlijk naar je buik adem haalt. Hoe makkelijker het adem naar je middenrif graviteert eigenlijk. Dus dit is the way to go om de juiste ademhaling te leren. Train je middenrif. Oké, blijf in deze positie. Wat ik vaak met mijn yoga-leerlingen doe, is deze oefening. Jullie blijven in de positie. Het heet Agnasara Dhauti. Op deze manier. Of Nauli. Op die manier ben je ook heel erg bezig met je middenrif. Maar ja, dat is te kort om dat in deze seminar te doen. Nogmaals, je blijft je zo naar voren trekken. En voel hoe je eigenlijk elke ademhaling dieper naar beneden valt. Dieper naar beneden zakt met je heupen. Vervolgens plaats je je voet open. Dus je tenen wijzen naar de rechterkant. Je plaatst je rechterhand in je rechterzij en je doet weer wat twists op deze manier. Als je omhoog gaat, adem je in. Adem in, adem in, adem in. Open jezelf naar het plafond toe. En adem uit. Je heupen gaan naar beneden en naar voor. Op deze manier. Adem in, omhoog. Adem uit, naar beneden. Als je dit nou heel makkelijk vindt, haal je de bal van je linkervoet van de vloer af. Oké, vervolgens gaat de rechter elleboog gaat op de linkerknie. Dus niet linker elleboog op linkerknie, rechter elleboog op linkerknie. Zwaluwstaart de handen, kijk naar je linker elleboog. En hou deze twist even vast. Blijf ademen. En vervolgens plaats je weer beide handen op de vloer. Haal die poef even weg. Je komt naar je downward dog op deze manier. En nogmaals in je downward dog. Je zet druk met je pols in de vloer. En je probeert je hielen probeer je in de vloer te krijgen. En je billen wijzen naar het plafond. Zoals je ziet is mijn rug recht. Vrij taaie oefening als je hem goed doet. Vervolgens kom je naar voren. Naar je plankpositie. Dit is je plank.
Doe je even twee push-ups. Gewoon even zo. Eén. Zo. Vervolgens ga je met je heupen naar de vloer toe. Op deze manier. Heupen zijn naar de vloer toe. Mijn handen zijn ongeveer ter hoogte van mijn borstkas. Zo. Vervolgens ga je naar beneden. Zak je iets naar beneden. Je vingers die wijzen naar voor. Mijn ellebogen zijn een klein beetje naar elkaar toe. Ja, dus die zijn niet naar buiten, maar een beetje naar elkaar toe. Okay. Deze positie heet de cobra. Dit is de meest effectieve positie voor lage rugklachten. Oké, okay, wat je doet, je trekt jezelf naar voren. Ja, dus mijn handen, die zitten dus stevig in de vloer. Ik heb mijn vingers gespreid en ik trek mezelf naar voren. Ik probeer mezelf naar de voorkant van mijn mat te trekken door mijn handen naar me toe te trekken. Maar tegelijkertijd druk ik omhoog door mijn polsen. Op deze manier. Zien jullie hoe mooi mijn kin naar boven kijkt? Ja, oog en kin kijken naar boven. Maar je blijft jezelf naar voren trekken en je blijft naar beneden drukken. Adem naar je buik toe. Adem naar je buik toe. Nu is het lastig. Nu voel je waarschijnlijk een stretch in je buik als je naar je buik ademt. Hou je schouders laag, adem naar je buik toe. Trek jezelf naar voren en duw jezelf omhoog tegelijk. Misschien voel je ook een strekking in je keel. Ja? Misschien voel je iets trekken hier over deze hele lijn. Dat is je deep front line. Een lijn binnenweefsel. Alright, kom je liggen. Op je buik. Neem even een paar keer adem. Precies zoals je wil. Vervolgens pakken we beide voeten vast. Met de handen. Ja, ja, hier komt de double bow pose. Heel belangrijk. Als je een compressie voelt in je onderrug, een sterke compressie, doe wat rustiger aan. Want dit is een vrij intensieve oefening. Hij kan prima over het algemeen, maar op het moment dat je zegt van hé, dit wordt echt pijnlijk, doe hem dan gewoon zachtjes. Doe hem, ga zo ver je zelf wil, eigenlijk zo ver je zelf kan. Een slight discomfort, zeg ik altijd, is goed, maar hoeft niet te veel te zijn. Dus je pakt je wreef vast. Je ademt in. Je ademt uit. Vervolgens trap je de wreven tegen je voeten aan. Op deze manier. En je komt omhoog. Oké, en druk je harder tegen je wreven aan. Druk maar harder. Adem naar je buik toe, door je neus. Hou je knieën bij elkaar. Niet hier, bij elkaar. Kijk naar voren, kin naar voren en ontspan. Doen we deze nog één keer. Dat is de laatste oefening van deze les. Oké? Pak weer je wreven vast. En dit keer, als je nog wat kracht over hebt, dan knal je dat er nu uit. Oké, dus je mag wat harder schoppen in je handen. Daar gaan we. 3, 2, 1, gezamenlijk. Voor de jonge honden in Amsterdam. Metro, tram. Duurzame energie. Blijf naar voren kijken, kin is naar voren, ogen zijn naar voren. En adem naar je buik toe. Kik hard, 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 hard. Knieën bij elkaar, voeten hou je bij elkaar. En ontspan. Kom je omhoog. Strompel je terug naar je mat. Ik heb nog 2 minuten tijd, zie ik. Zo. Kom je weer in kleermaker zitten?
Plaats je handen op de knieën. Zit je rechtop weer. En dan vraag je jezelf af, hè, met betrekking tot de nulfoto en die één foto. Voel even, hoe voelt het nou? Voel je verschil? Heb je het idee dat je makkelijker rechtop kan zitten? Heb je het idee dat je makkelijker kan ademen? We hebben ook heel veel borstkasopeningsoefeningen gedaan. En ook oefeningen waarmee we dus makkelijker door de buik zijn gaan ademen. Als het goed is, zou je meer ruimte moeten voelen, meer openheid, meer rust. Natuurlijk, hè, is je hart aan het bonzen. Dat is logisch. En met deze rust vraag je jezelf af, wat vind ik echt belangrijk in het leven? Wat is voor mij belangrijk? Waarom leef ik? Waarom ben ik hier? En corona helpt daarin mee dat in mijn optiek vallen de non-essentials vallen een beetje weg. En yoga, met deze mindset, brengt je vragen als van, hey, wat wil ik echt in mijn leven? Wat zegt mijn hart me? Wie ben ik? Waar wil ik heen? Wat is daadwerkelijk belangrijk voor mij? En op die manier heeft yoga eigenlijk zijn bijdrage aan mijn leven gevoed. En daar wil ik het bij laten, deze les. Klein woord van afsluiting. Drink even 2 glazen water straks. Dat is voor de afvoer van afvalstoffen. En ook voor wat hydratatie. Adem vooral door je buik. Blijf rechtop zitten. Ja? En hou die hamstrings wat langer. Zodat je dus veel duurzame wijze achter je bureau kan zitten. En dat is niet alleen goed voor je eigen gezondheid. Maar ook voor het bedrijfsresultaat. Of eigenlijk het resultaat van de gemeente. Ja, ik maak podcasts, ik maak filmpjes. Volg me op YouTube, op Instagram, Nicolai Versloot. En ik geef heel veel gratis tips over gezondheid, vitaliteit, zowel geestelijk als fysiek. We sluiten samen af. Namaste. Bedenkt, ik groet je als het deel dat er achter jouw lichaam en geest schuil gaat. Ja. Namaste, dank jullie wel voor de tijd. Veel gezondheid.